Wethouder, waarom gaat er iets veranderen? Nou, omdat we eindelijk, we doen in Horst aan de Maas al lang een afvalscheiding. En we hebben steeds gezegd, die stromen die echt zinvol zijn om te scheiden, omdat ze achteraf minder goed uit elkaar te halen zijn, die gaan we scheiden. En we wisten ook dat we drankpakken en blik, dat dat bij plastic verpakking heel goed zou gaan. In België doen ze dat al jaren, maar het mocht in Nederland niet. En nu mag het, dus nu kunnen we heel makkelijk onze drankpakken en blikzak bij het plastic verpakkingen in de container gaan doen. En voor een heel klein aantal mensen gaan de routedagen, de inzameldagen veranderen. Dus die zaten op maandag, donderdag en die gaan misschien naar dinsdag, vrijdag of andersom. Dat zien ze heel goed in hun kalender. Dat is voor een klein aantal straten, maar dat is wel om de routeindeling voor CITA weer efficiënter te maken. Minder kilometers te hoeven maken. En dat is ook heel erg goed voor het milieu.